Een hele goede avond. Waar een rode loper is, daar is Koen Kardashian. Daar staan we weer op het event van het jaar. Vanavond in Amsterdam, waar de World Fighting League gaat plaatsvinden. Ik ga vandaag naar het event van Friends of the Brands About You. Televisiergala. Kijken of mijn biceps een beetje in de smaak vallen. Maar ik ga natuurlijk eerst gewoon even lekker zelf over die loper. Ding, 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 ding. Hallo lief, hallo lief. Jezus! Geil allemaal, heerlijk! Iedereen ziet er beeldig uit. Ik wil echt niet heel erg zeuren, maar... Deze jurk mogen lenen van Ben Chalal. Dus daar ben ik heel blij. En je kreeg de hoed er gratis bij. Ik zie echt, denk 70% van de vrouwen binnenkomen in een cocktail. Oh, nu komt het. Is mijn jurk te kort? Maar... Nog meer horror, een spijkerbroek of weet ik veel, een soort jumpsuit-achtig. Het is heel grappig. Mijn moeder heeft al denk 3 keer een foto naar de kapper meegenomen van je haar. Meisjes, Black Tie is lang. Dank u wel. Het is nog steeds niet gelukt. Oh. Nou meid, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar die Gucci loafjes zijn beeldig, maar oh, teen, ik heb geen gevoel meer. Oh, ik word helemaal onrustig van dat gegril van al die wijven. Gezellig hoor, maar jezus. Ik heb natuurlijk verder helemaal geen idee wie dat is, maar zal wel. Ik ben al heel lang aan het werk, al vanaf 6 uur 's ochtends. Ik kan niet aan, ik heb nog nooit zo hard gewerkt, voor zo weinig geld. Dat is ook nieuw voor mij, weet ik veel. Ik moet gewoon tussen gaan wringen. Ik ga even uitrusten. Ja schat, ik heb nog nooit zo hard gewerkt. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven, dus ik lust echt even een burger. Deze meid blust wel een croissant of 8. Heerlijk. Hallo, mam. Mam. Nee, ze zit in de ontbijt. En gaat en gaat en ra, 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 ra. Maar is ook leuk. Hoepsa. Ik heb iemand een keertje gebitslapt en die is nog koud daardoor gegaan. Ja? Ja, maar ja, kijk, dit zijn grote handen, man. Dit zijn gynaecoloog, toch? Ik kan gynaecoloog worden met deze handen. Zo, dat... nou. Ik ga vast liggen. Geen idee wie deze man is, maar wat is die knap. Hou op. Hoe gaat het trouwens met jou, met al die sterke mannen die hier langskomen en al die vechters? Hoe is dat? Is dat voor jou ook... Nou, ik heb een aardige rauwe anemoon in mijn broek. Ja, dat dacht ik al. Een leuke knaapje, zeg. Ja, vind je mij een leuke knaap? Is MTV eindelijk weer een beetje gewoon wat belangrijke dingen aan het doen? Kijk, dit is ook, nu zie je het talent van Koen. Hij vergeet gewoon de microfoon bij zijn gast te houden. Ja. Hij houdt gewoon hier, doet een leuk interview. En dan zit erop toch, lekker gelul. Gewoon wat? Oh, zo. Een hoekje? Vreselijk man, die dis mij dus gewoon even zo. En door. Ja, ik heb hem meer aan voor backstage, denk ik. Heerlijk. Wat was het weer een feestje op de maandagavond. Ik vind het wel heel fascinerend en heel tof om meegemaakt te mogen hebben. Ik kan niet meer, maar voor jullie een hele fijne avond. Ik ga nog even lekker flip. Niet vergeten, neem het ruim. Joejoe.